Wat een fijne dag om lekker te luieren. Papa Big is dol op luieren. Papa, ga je niet naar je werk vandaag? Nee, Peppa. Het is zaterdag. Op zaterdag werkt papa Big niet. Papa Big, je komt te laat op je werk. Maar het is zaterdag, mama Big. Of niet? Nee, het is vandaag donderdag. Oh. Op donderdag werkt papa Big wel. Tot later. Tot ziens. Arme papa, hij moet werken. Wat fijn, mama, dat jij de hele dag thuis mag spelen. Ik speel niet, hoor. Ik ben aan het werk op mijn computer. George wil het blije mevrouw Kipspel spelen. George, we kunnen het blije mevrouw Kipspel spelen als ik klaar ben met werken. Oh. Mama Schaap en Susie halen Peppa op om naar school te gaan. Nee. Hallo, Peppa. Hallo, Susie. Heel veel plezier op school. Tot ziens, mama. Werk hard. Mevrouw Schaap, werkt u vandaag? Of speelt u? Het wordt vandaag voor mij heel hard werken. Nee. Ik ga naar de sportschool. Wat doet u dan in de sportschool? Rennen, fietsen, touwtjes springen. Mama, dat is geen werk. Dat is spelen. Peppa en Susie komen aan op school. Hallo allemaal. Hallo Peppa. Hallo Susie. Joehoe, kinderen. Vandaag spelen wij winkeltje. Oeh. Wie wil de winkelier zijn? Ik. Peppa en Susie mogen de winkelier zijn. Alle andere kinderen zijn de klanten. Papa Big komt thuis van zijn werk. Hallo allemaal. Hallo papa. Papa Big, we zitten met een probleempje en dat komt straks wel, mama Big. Ik moet me omkleden voor voetbal. Waar is mijn voetbalshirt? Hier zo. Doe niet zo gek, Peppa. Dat is een jurk van mama. Hij is roze. Nee, papa. Dit is jouw voetbalshirt. Het zat onder de modder. Dus we hebben hem gewassen. En toen ging het een klein beetje mis. Sorry, papa. Maar ik kan toch geen roze voetbalshirt aan? Waarom niet, papa? Roze is een prachtige kleur. Wat vind jij, George? Ach. George houdt niet van roze. Daar zijn de vrienden van papa Big. Meneer Stier, meneer Konijn, meneer Pony en meneer Zebra. Moe! Komt papa Big met ons buiten spelen? Hij komt er zo aan. Mijn team speelt in het wit. Ik wil een wit shirt. Maar papa, je hebt toch een wit shirt? Doe je jasje maar eens even uit. Zie je? Fantastisch! Dank je, Peppa. Hallo allemaal. Hallo, papa Big. Wat een mooi shirt. Netjes hoor. Dank je. Kom op, laten we gaan voetballen. Ja! Nu zit je shirt helemaal onder de modder. Natuurlijk, Peppa. Voetbalshirts horen onder de modder te zitten. Papa Big is dol op voetballen. Iedereen is dol op voetballen. Vooral als er modder is. Mogen wij meer kronkelwormen zoeken? Voor die composthoop van jou? Wat een goed idee! Kom mee, George. We gaan meer kronkelwormen zoeken voor opa. Een kronkelworm. Kronkel, kronkel. Kleine kronkelworm. Kleine kronkelworm. Hoe gaat het nou? Ik hou van jou. Kleine kronkelworm. Heel goed. Wees een hele brave kronkelworm en maak alsjeblieft van de schillen compost. En dan gebruik ik de compost om... Ik weet het, ik weet het. Je stopt een zaadje in de grond en dan bedek je het met compost en dan kan er een boom groeien. Ja, Peppa. Over bomen gesproken, wij moeten oma Big gaan helpen. Zij is fruit aan het plukken in de boomgaard.
Wat is dat, de boomgaard? Daar vind je fruitbomen. Deze boomgaard was er al toen ik een biggetje was. Hallo, oma Big. Oma Ig. Komen jullie me helpen met appels plukken? Ja, oma. Oh, de appels daar zitten veel te hoog. Wacht maar, Peppa. Opa en oma kennen een trucje om de appels te pakken. We houden allemaal de boom goed vast. We tellen tot drie en dan schud je de boom zo hard als je kunt. 1, 2, 3! Het regent appels. Oma, mogen wij misschien een appel, alsjeblieft? Natuurlijk, Peppa. Smaakt heerlijk. En weten jullie ook wat wij gaan doen met de klokhuizen? Konko. Heel goed. De klokhuizen gaan op de composthoop voor de wormen. Heel slim hoor, George. De volgende! Mejuffrouw Konijn is de bibliothecaresse. Hallo, mama Big. Brengt u deze boeken terug? Ja, mejuffrouw Konijn. Uitstekend. Waarom piept de computer de hele tijd? Het lijkt wel of je stout bent geweest en het boek te lang hebt geleend. Ik heb dit boek inderdaad een beetje te lang geleend. Rustig maar, papa Big. Zo erg kan het niet zijn. Hemel! Papa Big, u heeft dit boek wel 10 jaar geleend. Stoute papa. Sorry, mejuffrouw Konijn. Het is niet zo erg. Nu kunt u weer een ander boek lenen. Mejuffrouw Konijn, mogen George en ik ook een keer een boek lenen? Ja hoor. De kinderboeken staan allemaal hier. Oh, kijk! Veeën, bloemen, hele mooie jurken. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Henkie. Ik ga een boek lenen dat over voetbal gaat. Hallo, Peppa. Hallo, Susie. Ik heb een boek over verpleegsters. George heeft een boek over dinosaurussen. Dinosaurus. Kijk wat ik heb gevonden. Nieuwe avonturen in de wereld van beton. Hier is een rood aapje boek. Nee, ik wil geen rood aapje boek. Dat is echt heel saai. Maar dit is een ander verhaaltje. Misschien is het leuker. Ik weet bijna zeker van niet. Lang geleden was er eens een rood aapje. Hij ging in bad, poetste zijn tanden en ging naar bed. Nee, hij sprong in een ruimteraket en ging naar de maan. Hij ging picknicken met een dinosaurus en zwemmen in de zee. En hij beklom de hoogste berg. Dat was een drukke dag. Afgelopen. Wauw! Goedemorgen, lieve biggetjes. Goedemorgen, papa Big. Ik hou van kamperen. Nu we op het platteland zijn, lijkt het me leuk om vandaag met z'n allen naar de natuur te kijken. Dat is een goed idee, mama Big. Wat denken jullie van een natuurfilm? Eén van de wonderen der natuur. Vogels. Zo schitterend. Hé, ga daar eens weg, vogeltje. Zo kunnen we de tv toch niet horen. Oh, papa Big, het heeft toch helemaal geen zin om te gaan kamperen en dan alleen maar tv te kijken? Dat kan thuis ook. Je hebt gelijk, mama Big. Er zijn zoveel leuke plekken waar we heen kunnen. Zoals Boomwereld. Wat is Boomwereld? Boomwereld is een heel groot bos vol bomen. Dat klinkt eigenlijk best saai. Of we gaan naar Aardappelstad. Wat is Aardappelstad? Een rondleiding door een aardappelveld en dan mag je aardappels proeven. Dat klinkt interessant. Of we gaan naar Eendland. Wat is Eendland? Dat is een grote rivier vol met eenden. Eendland! Ik wil naar Eendland! Peppa en George houden van eenden. Hoe komen we bij Eendland? De camper kan ons daarbij helpen. Hallo, waar gaan we vandaag naartoe? Eendland, alsjeblieft. Volg de weg en rijd in een rechte lijn. Wij gaan naar Eendland, de camper neemt ons mee. Welkom in Eendland. Ja. Hoe
Hoeveel kaartjes wilt u? 2 volwassenen en 2 kinderen. Geniet van de eendjes. George, Karel Konijn is hier. Georgie! Karel! Dinosaurus! Dinosaurus! Ah. Tot ziens, Karel. Ik kom je straks weer ophalen. George en Karel zijn beste vrienden. George, Kareltje, jullie hebben mijn huis kapot gemaakt. Ga maar iets doen wat niet wiebelt. George heeft van de speelgoedmand een vulkaan gemaakt. Karel gebruikt speelgoedbomen om een oerwoud te maken. George maakt van blokken een rivier. Dinosaurus! Dinosaurus! George en Karel hebben de kamer veranderd in dinosaurusland. Ah! Ik ga hier weg. Er is te veel herrie. Ik zeg pomfrito. En ik zeg pomfrito. 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 Het fijne aan een regendag is dat wij naar belangrijke tv-programma's kunnen kijken. Pomfrito. 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 Mama, George en Karel hebben de slaapkamer veranderd in dinosaurusland. En dinosaurusland is erg lawaaierig. George heeft zijn beste vriend hier. Maar ik heb niemand om mee te spelen. Je zou Susie Schaap kunnen vragen of ze wil komen. Susie Schaap is de beste vriendin van Peppa. Mag Susie echt komen spelen? Nu? We bellen haar. Nee. Hallo, u spreekt met Susie Schaap. Susie, met mij. Wil je naar mij toe komen? Nu? Ja, Peppa. Mag ik als verpleegster verkleed? Ja. Maar je moet wel snel komen. Hallo, Susie. Nee. Dit is mijn nieuwe vriend, Leo Leeuwtje. Waar is hij? Ik zie niemand staan. Susie heeft een onzichtbare vriend verzonnen. Zie je hem echt niet, Peppa? Zullen we met de bal spelen? Oké. Vang de bal, Leo. Peppa gooit de bal naar de onzichtbare vriend van Susie. Leo kan de bal dus niet vangen. Jawel, hij heeft alleen geen zin om de bal te vangen. Wat vindt Leo wel leuk om te doen? Hij vindt hard brullen leuk. Denk je dat hij nu hard gaat brullen? Ja. Grom! Maar ik hoor jou toch? Nee, dat was Leo. Ah, hallo Leo. Peppa doet net alsof ze Leo Leeuwtje kan zien. Leo, wil jij ook mijn vriend zijn? Wat vindt hij daarvan? Hij knikt met zijn hoofd. Dat betekent ja. Peppa, Susie, komen jullie een lekker stuk fruitcake eten? Mama Big heeft 2 grote stukken cake voor Susie en Peppa. Mama, Susie heeft een onzichtbare vriend. Hij heet Leo Leeuwtje. Aha, en wil Leo ook een stukje cake? Grom, Leo is dol op fruitcake. Doe niet zo gek, Peppa. Dat was Leo toch niet? Dat was jij. Leo heeft liever chocoladetaart. Maar ik heb geen chocoladetaart. Wil Leo toch wat fruitcake? Grom, hij wil een klein stukje graag. Mama Big geeft Susie's onzichtbare vriend ook een stuk cake. George speelt met meneertje dinosaurus. Dinosaurus. Grrr. George, je zit bovenop Leo. George weet niet dat Susie een onzichtbare vriend heeft. Grom. Iedereen aan boord? Ai, ai, kapitein Opa. Hijs de zeilen. Tot straks allemaal. Tot straks allemaal. Peppa en haar vriendjes hebben allemaal een zwemvest aan. George, zet jij mijn piratenhoed maar op. Vandaag varen we naar Pirateneiland. Oeh. Als we geluk hebben, vinden we misschien wel verborgen schatten. Wauw. Pirateneiland klinkt als een fantastische plek.
Land in zicht! Daar zijn we dan. Pirateneiland. Wat is dat? Dit is een metaaldetector. Die vindt verborgen schatten. Oeh. Opa Big gebruikt de metaaldetector om verborgen schatten te vinden. Aha! De metaaldetector heeft iets gevonden. Graaf het maar op. Het is een kleine munt. Een schat dus. Hoera! Laten we er meer gaan zoeken. Aha! Alweer iets gevonden. Het klinkt groot. Wat hebben we hier? Deze schat is wel behoorlijk zwaar. Ah! Oh nee, dat is geen schat. Dat is een roestig oud boodschappenkarretje. Oh. Misschien moet je stoppen met schatgraven. Wie bouwt er mee aan een groot zandkasteel? Ik! Wat een prachtig idee, oma Big. Dan kijk ik de boot even na. Ik weet het! Papa's oude stoel. Maar die is antiek. Wat betekent antiek? Antiek betekent dat iets oud is en waardevol. Maar deze heb je van de straat gehaald, papa Big. Hij is waardeloos. Als ik hem heb opgeknapt, is je fortuin waard. Dat zeg je nu al zoveel jaren, papa Big. Ik weet iets. Ik geef deze prachtige sokken die oma Big gebreid heeft. Mooi. Ik kom jullie spulletjes voor de rommelmarkt ophalen. Hier zijn ze. Dank je. Wat dacht u van deze oude stoel? Oh, wat aardig van u. Tot ziens. Tot ziens. Mama, je hebt papa's stoel weggegeven. Sst, niks zeggen. Hij ziet het toch niet. Vandaag is de dag van de rommelmarkt. Hallo. Hallo, mejuffrouw Konijn. Peppa. Wat vind je van deze stoel? Het is dan wel oude troep, maar als je hem stuk hakt, kan die je de open haard. Die stoel is antiek. Echt waar? Papa zei dat hij een fortuin waard is. Wie had dat gedacht? Dan gooi ik de prijs omhoog. Dag! Hallo allemaal! Hallo papa! Wat heb jij gegeven, Suzy? Mijn doktersverkleedkleren. En ik mijn papegaaienballon. Ik heb mijn aapje gegeven. Oh, ik zal mijn springveerpoppetje missen. Kan ik dit springveerpoppetje kopen? En ik deze doktersverkleedkleren? De papegaaienballon alstublieft. Mama, mama, dit hebben wij gekocht. Oh, jullie oude speelgoed. Dan is dat zo erg. Kijk, dit heb ik gekocht. Een mooie antieke stoel. Oh, papa Big, dat is geen antieke stoel. Wel waar, mejuffrouw Konijn zei het. En hij past bij mijn andere. Zo, met welke kleur zal ik beginnen? Rood graag. Waarom rood, Peppa? Omdat rood mijn lievelingskleur is. Maar als eerste moeten we de lucht schilderen. Kijk, wat voor kleur heeft de lucht? Blauw natuurlijk. Klopt helemaal. Dan begin ik met blauw. En nu de kersenboom. Ik neem groen voor de bladeren. Maar je hebt daar toch geen groen? Dat geeft niet. Want als ik de blauwe verf met de gele verf meng, wordt die groen. Als je blauw met geel mengt, krijg je groen. Oeh. Wat een mooie groene bladeren. En hier een beetje gras. Maar hoe zit het dan met de takken? Want we hebben geen bruine verf. Dan maken we bruin door groen met rood te mengen. Als je groen met rood mengt, krijg je bruin. Oeh. Papa Big schildert de boomstam en de takken. Wauw! Papa, mag ik de kersen schilderen? Tuurlijk, Peppa. Stop je vinger maar in de verf en druk hem dan snel op de boom. 1, 2, 3. Prachtig! Nu is George aan de beurt. Jij bent ook al zo'n goede schilder, George. Kijk, nu is het schilderij klaar. Hoera!
Oh, daar zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Wij maken een schilderij. De eenden rennen door de verf van papa Big heen. Foei, foei, stoute eendjes. Ga weg, foei. Blijf uit de buurt van ons schilderij. Oh nee, de eenden hebben allemaal pootafdrukken gemaakt op het schilderij. Oh nee. Wat was dat voor lawaai? Mama, de eendjes hebben ons schilderij verpest. Laat eens even zien. Nu maken de eendjes pootafdrukken in de tuin. Net zoals op het schilderij. Jullie schilderij is niet verpest hoor, Peppa. Het is perfect. Dit is het gebouw waar papa Big werkt. We zijn er. Hoera! Hallo? Hallo, ik ben het, papa Big. Oh, hallo, papa Big. Mag ik ook op de knop drukken? Natuurlijk, Peppa. Hallo? Ik ben het. Hallo, ik. Kom maar binnen. Mijn kantoor is helemaal boven. Daarom gaan we met de lift. Mag ik op de knop drukken? Ik geloof dat George aan de beurt is. Druk maar op het bovenste knopje. Oeh. De lift neemt Peppa, George en papa Big mee naar de bovenste verdieping. Wauw! Bovenste verdieping. De deuren gaan open. Hier is het kantoor van papa Big. Hallo allemaal. Hallo papa Big. Hallo papa Big. Meneer Konijn en mevrouw Kat werken voor papa Big. Ik heb vandaag twee bijzondere bezoekers meegenomen. Peppa en George. Wat een grote eer. Ik leid jullie rond. Meneer Konijn, mogen we eerst bij u beginnen? Dat is een prima plan. Mijn werk is vooral met cijfers. Ik krijg hele belangrijke stukken papier. Ik pak een rode stempel en druk hem zo op het papier. Wauw! Wat heeft meneer Konijn leuk werk? Mag ik ook eens stempelen? Natuurlijk. Ik pak wel even een stuk papier. Hier ligt een papiertje. Misschien is een wit papiertje beter. Alsjeblieft. Peppa is dol op stempelen. Ik vind het werk van meneer Konijn leuk. We gaan weer verder. Volgende halt is het bureau van mevrouw Kat. Hallo, Peppa en George. Hallo. Mijn werk is allerlei vormen tekenen op de computer. Voor George is dit de eerste keer in het zwembad. Doe eerst maar eens één voetje in het water. Misschien werkt je andere voet beter. Misschien werkt het nog beter met allebei je voetjes tegelijk. Goed idee. Goed zo, George. Maar je mag nu wel stoppen met al dat spetteren. Daar komt Kelly Konijn aan, samen met haar kleine broertje, Karel. Hallo daar, Kelly. Hallo allemaal. Karel, als je dit matje vasthoudt, dan kun je de beenslag oefenen. George, wil jij de beenslag ook proberen? Goed zo, jongens. Maar niet zo spetteren. Grote kinderen spetteren niet. Wij zijn al heel goed in zwemmen. Als George en Karel groter zijn, kunnen ze net zo goed zwemmen als wij. Denk je ook niet, Kelly? Ja. Oh! Karel heeft een speelgoedgietertje. Hou op, Karel. Oh nee, Karel laat zijn gietertje vallen in het zwembad. Mami? Sorry, Karel. Daar kan ik niet bij. Het is echt veel te diep. Mami? Ik kan niet onder water zwemmen. Zelfs ik kan niet onder water zwemmen. Hou jij mijn bril vast, mama Big? Oh.
Alsjeblieft. Piep, piep. Hallo, meneertje Slak. Opa, heeft meneertje Slak een bed in zijn huis? Ja, nee hoor, Peppa. Als ik een slak was, had ik een bed en een tafel en een stoel en een kast en een televisie. Opa, wat eten slakken? Tja, ze eten liefst mijn groenten op. Hé, hey, stop daarmee. Stoute deugd niet. Opa, George en ik willen stout slakje spelen. Deze mandjes zijn dan jullie huisjes. Zo, nu zijn jullie twee stoute slakjes. En ik ga zo meteen alle sla van opa opeten. Hey, blijf eens heel gauw van mijn sla af, stoute slakjes. En als opa Big hard gaat schreeuwen, verstop ik me in mijn huisje. Daar komen Peppa's vriendjes aan. Hallo, opa Big. Hallo, Suzy. Komen jullie spelen met Peppa en George? Ja. Maar ik weet niet waar ze zijn. Ik ben alleen op deze twee slakken na dan. Wij zijn stoute slakken, wij zijn stoute slakken. Verrassing! Wij deden alsof we slakken waren. Mogen wij ook slakken zijn? Ik denk niet dat ik genoeg mandjes heb voor iedereen. Oh. Maar misschien kunnen jullie iets anders zijn. Iets superspannends uit de tuin hier. Een wortel? Kelly Konijn is dol op wortels. Nee, Kelly. Geen wortels. Kom maar met me mee. George, het is veel te vroeg. Dinosaurus. Ga je bed weer in. Ik geloof dat hier iemand al klaar wakker is. Hartelijk gefeliciteerd. Hij heeft me wakker gemaakt. Toen jij jarig was, heb jij iedereen wakker gemaakt. Dat was anders. Toen was ik jarig. En vandaag is George dus jarig. Oh, hartelijk gefeliciteerd. Hier is je cadeautje, George. Oeh. Dinosaurus! Ik wist wel dat het weer een dinosaurus-ding zou zijn. Ho, ho, druk maar op zijn buikje. Oeh, wat griezelig. George, ik heb een kaart voor je gemaakt. Kun je raden wat ik getekend heb? George weet het niet. Eerst wilde ik een bloem tekenen. Oh. George vindt bloemen maar niks. Maar op het laatst heb ik gekozen voor een dinosaurus. Wat prachtig getekend, Peppa. Ja, ik ben heel erg goed in tekenen. Mooi. Nu is het tijd om ergens naartoe te gaan. Speciaal voor de verjaardag van George. Yippie! Kom mee! Waar gaan we naartoe? Wacht maar af. En daar gaan ze, ergens naartoe. Speciaal voor de verjaardag van George. Gaan we naar het circus toe? Nee, maar het is wel net zo leuk. Is het de bioscoop? Nee, veel leuker. Ik raad het nooit. Waar zouden ze toch naartoe gaan? Als het regent, moeten Peppa en George hun regenkleding aan. Bah. Maar George vindt zijn regenhoed helemaal niks. George, je moet je regenhoed ophouden. Waarom? Omdat je droog moet blijven. Waarom? Omdat je anders nog kou vat. Waarom? George, wil je graag in de tuin spelen? Dan moet je je hoed op. Kom mee, George. Peppa en George gaan in modderpoelen springen. Bah. George wil zijn regenhoed niet meer op. Peppa! George! Kom snel binnen.
Het regent nu veel te hard om buiten te spelen. Oh, George. Waar is je hoed? Achoo. George heeft kou gevat. Achoo. Oh, arme kleine George. Dat klinkt niet zo best. Wacht maar even. Ik bel dokter Bruinbeer. U spreekt met dokter Bruinbeer? Juist, ja. Breng George maar naar bed. Ik kom er direct aan. Dank u, dokter Bruinbeer. Tot zo. Moet George nu naar het ziekenhuis toe? En krijgt hij medicijn? Nee, George moet nu gewoon naar bed. Oh, dan is George dus eigenlijk niet helemaal ziek. Hatsjoe! Dat is smerig. Arme George. Ik breng je meteen naar bed. George, nu moet je even braaf in bed blijven. Nee. George wil helemaal niet in bed blijven. Achoo. George, je moet echt in bed blijven tot je beter bent. Waarom? Omdat je warm moet blijven. Waarom? Omdat dokter Bruinbeer dat zegt. Hallo, waar is de patiënt?